Hallo mensen, we zitten hier aan Battlefield 4. We hadden even geen zin om verder te gaan met Battlefield 3, dus we spelen nu Battlefield 4 multiplayer. Ik speel met de AR-160 op de map Parasol Storm. En we gaan hier proberen kills te maken. En mijn twee mensen die bij me zitten zeggen ze even wat op normale toon en niet zo op zo'n Mongolische toon. Hallo mensen! Mensen, zo heel vaak kan ik er niet bij zijn. Dan weet jullie dat vast. Hij heeft nou eindelijk een huisje voor zichzelf, voor zijn eigen gezin. Met privéomstandigheden wonen ze een tijdje bij ons, maar dat is nu voorbij. Ja. Ze komen hier alleen nog voor het eten open met privéomstandigheden. Dus eigenlijk hoorde ik dit niet te zeggen, maar ja, wat kan mij het ook schelen. Jullie kennen ons toch niet eens goed, dus. Of ja, mij in ieder geval. Ah, dit is mooi. Dit wapen is heel lollig. Oh. Ja, geef me gewoon een kill, joh. Kom nou een ander neefje bij mij, bij ons zitten, dus. Die is zwaar irritant. Je gaat 10 keer springen. Wat kom je doen? Nilano. Zo even mijn kleine broertje als je het alvast afvraagt. Gaat die weer huilen? Daar krijg je gewoon einde zieke. Dilano. Dan krijg je geen kills maken als hij zit te huilen. Dat is irritant dat iemand zit te huilen en ik ben het opnemen. Ja, dat is maar irritant zelfs. Je schoot er in zijn hoofd. Ik heb al 75% van de kill gekregen. Of ja, zoals van 75%. Dilana, dat gaat niet wat je wilt. Ja, wat jij wilt gaat ook niet, want je deed het aan het bewegen. Ja, dat gaat een beetje moeilijk. Ik heb pijn in mijn polsen, man. Ja, waarom wil je dan opnemen? Omdat ik het wil. Man. Want ik wil graag van jou gezeur. Ik kan beter mijn capture card aansluiten. Kan ik tenminste het hele beeld opnemen. Ja, doe dat. Nee. Ik ga niet voor een nieuw kanaal zoals dat. Sorry mensen, sorry. Mijn excuses. Ik wou er wel bijna mee bemoeien. Dan krijg je niet zo'n handig, ja. Waarom speel ik nou gewoon nog steeds met de AR-160? Ik had een sniper moeten pakken, want ik wou met de Colt Magnum kills maken. Want ik ben natuurlijk een sniper pro, zoals mijn neefje en mijn zus weet. Zo. Oh, dat is een kop. Maar eerst op zijn lichaam, dus dat is... He is now history. Oké, blijft nu wel iets een beetje hangen, door mijn telefoon een beetje aan het haperen. Stom. Hij is bijna leeg. Maar ik heb hij zit op te laden. En blijft hij haperen. Kom, als het in de video ook zo is, dan zullen we de video verwijderen, dus dan zal dit waarschijnlijk niet online komen en horen jullie ons waarschijnlijk gewoon niet zo praten nu, gewoon hoe het nu is. Ah! Ik had geen goede aim. Ik had geen goede aim. Dat is een beetje rare logica, dat kan ze toch niet zien? Dat maakt niet uit. Oh man. Wat is nou weer? Dilano uit het beeld. Ik heb hem niet in het beeld. Als je een kopje zag met haar, sorry mensen, maar dat is mijn kleine broer. Tje. Broertje. Sorry mensen, je vergist me daar altijd dan. Jullie wil je ze even gaan vermoorden ofzo? Nee, ik heb toch parachute. Het is geen Call of Duty. Ja, dat is wel grappig als je dit valt. Ja, dat vind jij wel weer grappig, ja, als ik daar ook eens naar... Wat? You are dead. Als jullie wilt ook een keertje Battlefield Hardline opnemen, meld het dan, dankjewel. Ja. Want wij improviseren maar gewoon wat, als jullie begrijpen. Maar wij weten niet wat jullie willen zien, dus ja. Ik weet dat jullie Star Stable willen zien en dingen branden niet telkens om me heen. Dat is zwaar irritant. Net als jij. Dankjewel. Dat doen ze altijd. Als je zet op je reet. Oké. Maar van die in de weg lopen, word ik een beetje gek van. En niet zo gaan wiebelen op de bed van mij, dankjewel. Ja, doe het eens gewoon weer, hè, wat een scheidkind.
Ja, ik krijg nu wat gezegd worden, maar oké. En hij zit vol. Zo irritant als je iemand in de weer zit te lopen. Het werkt op mijn zenuwen. Dat je wel je sniper. Ja. Oké, we gaan weer verder hier in deze map, want de vorige was mislukt. We konden gewoon bijna niks meer. De hele opname was gewoon een beetje verpest, ja. Inderdaad. Are you kidding me? Bye. Simon, ja. En je landt niet op de dak. En ik krijg damage. De andere opname was een beetje mislukt, omdat mijn vader naar boven kwam, die wou iets vragen. Heb ik het even op pauze gezet? Ja. Sorry daarvoor, maar ja, het was niet echt een lekkere map meer. Ik speel trouwens met de sniper rifle. Ik ben een sniper pro, zoals iedereen weet en zoals je net zag. En dat weet mijn neefje, want mijn neefje heeft heel vaak mij zien snipen. Ja. Ik nooit. Dus vertel eens hoe goed ik ben in sniper, Damien. Heel goed. Ja, mijn neefje weet wel iets van Battlefield. Hij is niet zo hartelijk als iedereen denkt. Hij gaat zelfs Battlefield kopen voor zijn eigen ding, console. Toch, Damien? Ja, als ik eentje kan kopen. Ja, want die gaat zondag de community doen, hè? Ja. Alweer. Oh, mijn vader begrijpt echt niks. We zijn het opnemen en nu zat hij weer net te roepen. Dat is echt zeer vervelend. Even allemaal ophouden nu met dat geroep, dankjewel. Mm-hmm. Sorry daarvoor als jullie het hoorden. Ik hoop dat jullie het eigenlijk niet hoorden, maar ja. Ik kan er ook niet echt heel veel van veranderen. Als je het eenmaal gehoord hebt, kan ik het niet meer van veranderen van... Ja, je hebt het niet gehoord, Ja, het is wel gehoord. Een beetje moeilijk. Mm-hmm. Ja, ik kon niet anders. Ik kan niet van snipen zo dichtbij. Daar ben ik al eerder over dat ik überhaupt in mijn scope kan kijken. Je hebt een keer een no-scope gedaan. Met de secondary weapon heb ik een Deagle 44. Dat is een Desert Eagle in het echt. Als ik het goed heb, moet wel. ME911, dankjewel. Je bent echt mijn hartse vriend. Echt geweldig man. Colonel Penguin. Wat een naam, joh. Volgens mij hoorde ik dat Penguin tussen. Ik ben een pinguïn. Ik ga die battleship raken daar. Ik kan niet eens schieten. Ja, dat is mijn vader, mensen. Waar is die gunship nou? Oké, mijn neefje gaat nu even spekkie pakken. Prima. En waar is die gunship nou? We vonden nergens. Oké, we doen niet eens woens snoepen hier. Sorry. Wat voor beeld. Hij doet neerstorten. Ja. Dat kan niet. Ik raakte voor mijn bewering niks. Raakte de helikopter? Nee. Wauw.
Are you kidding? Ah, ik heb die 44 Magnum. Ah, eindelijk spek hier. Ah, nou, ik word weer hier gehit. Leuke kernval, liever kan ik zeggen. Ik ben bijna dood, joh. Hallo. Enemies. Even normaal, joh. Bami hoofden. Bami ballen. Daar heb ik best veel zin in. Een bami bal. Nu ik het zeg. Ik heb best zin in vlees, Jordi. Oh, dankjewel. Ik heb ze aan eten. Bye. Deal 44 is eigenlijk heel leuk. Is die sterker dan die wapen? Is het ook leuk, Finn, dat je doodgaat? Oké, handgun weapon. Die hebben we trouwens ook nodig voor een assignment. Ja, mag ik wat zeggen? Ja. Even leuk als jij doodgaat hierin. Dankjewel. Maak je jezelf eens een keer dood. Waarom moet ik me doodmaken? Dat is grappig. Want dat is zo grappig aan. Zie je, you are dead. Killed by action, zie je dan. Ja, koe. Ja, maar niet uit. Je weet wat ik bedoel. Koe. Ik heb niet zin in een koe. Pannenkoek. Ik zelf een pannenkoek. Pannenkoek eten. Hey, ik heb ook een pannenkoek. Je bent ook een pannenkoek. Hey. Pannenkoekkop. Wat? Wacht, ik ga naar mijn sniper positietje. Oh, ja. Of ik daar sniper kills ga krijgen, is een hele kleine kans. Ja, dat is Levolution, sorry. Ik weet niet in welke tijdperk jij leeft, maar tegenwoordig kan dat. Tegenwoordig ben jij dus stom. Dankjewel. Dankjewel dat je dat tegen mij zegt, joh. Vond ik het? Ah, dit is ook echt heel lekker, dit ding, hoor. Werkelijk waar, ik kan gewoon niemand zien. Wat kan je dan wel zien? Je kan beter weggaan. Bruidje jet. Je kan weggaan van die jet. Weet je wat ik ga doen? Ik ga je vluchten. Dat is één ding dat zeker is. Ja, om ons voor je graag. Ah, wie zit in Kunjo? Ik dacht dat iemand op zat. Sorry hoor. Oké, sorry mensen, even de tik van weet niet hoeveel uur. De tik van 7:30. Misschien. Hey, hallo! Oh, hij zo. Hij heeft een vehicle condition van 1! Hij heeft nog maar 1%! Ja, dat is bijna 7:30. Ja, dus hij heeft de tik van 30:30. Ja, Golden Magnum! Daar heb ik net mee gespeeld trouwens. Speel maar, zorg dat je nieuwe wapen mee kan gebruiken. Ik gebruik dit wapen gewoon, joh. Mijn AR-160 wapen. Ik vorige match ook een beetje heb gespeeld. Jessica, gedraag je met je boertjes. Geen mogelijk. Ja, het is menselijk, daar niet van, maar. Ja, sorry, ik had zoiets inhouden. Ik kan niet eens boeren laten. Dat is het rare. Vraag maar aan Phoebe, ik heb nog nooit een boer gelaten. Alleen toen ik klein was. Dat klopt. Toen je baby was, heb je een boer gelaten, maar nu niet meer. Nu kan je het niet meer. Ik kan gewoon geen boeren meer laten. We zijn naar de dokter geweest en de dokter die vindt het ook heel raar, maar ze kunnen daar niks tegen doen. Ik ben juist eigenlijk blij dat ik het niet kan. Waarom? Nou, dan hoef ik tenminste niet zo in mijn bek te stinken als ik een boer laat. Ja, boeren stinken erg, jongen. Alsof iemand uit het triool komt. Ja, hallo man, dit is toch geen... hallo. Ding kan niet vooruit, joh. Volgens mij is het ook zo'n vrachtautootje van de jaren 80. Volgens mij begint hier iemand te stikken. Wat ben jij? Ja, dankjewel. Onze gamer. Wat is spekjes van chocola? Mhm. Of vind je niet zo lekker? Dat smaakt ook niet lekker van mijn mond. Hoppakee. Geen kill. Oh wel. Kijk eens wat we hier hebben. Ja, ik heb wel damage. Ik heb een kill assist. En ik ben dood. En dat vindt Jessica leuk. Wacht nou eens even, joh. Ik wil de outro doen. Ga er niet omheen praten. Ik wil de video gewoon afsluiten zonder dat iemand er doorheen praat. Dankjewel.
Ik ga de video afsluiten. Het is al lang genoeg geweest. De vorige match hebben jullie gezien en deze match. Ik kan helaas niet langer van maken. Omdat het een beetje een rare situatie is op dit moment. Dus sorry daarvoor. Volgende week zijn er gewoon weer normale video's. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik hoop dat jullie willen abonneren op deze kanaal. En natuurlijk een like willen geven zoals ik al eerder zei. Goedendag. Bye. Bye. Bye.